Ja, dames, een match tiebreak winnen is altijd toch wel heel erg lekker, maar deze voelt wel heel fijn, denk ik ook. Ja, het was natuurlijk 8-5 en we begonnen niet goed en daarna een paar kantjes om wat dichterbij te komen, maar dat gat bleef maar van 3 of 4 punten. En dan 8-5 achter en dan nog winnen, dat is extra lekker. Ja. Heel lang leek het een eenrichtingsverkeer, hè? Het ging heel soepel allemaal, maar toen werd het toch nog lastig. Ja, zeker. Die eerste set wonnen we eigenlijk alle juice punten, dus dat vertekent wel een beetje de stand. En de tweede set vond ik eigenlijk dat wij beter speelden, alleen net niet zeg maar hun konden breken en hun meteen wel het eerste breekkans maakten, waardoor ze die set meteen naar binnen sfeerden. Ja, en dan wisselt het momentum in één keer heel snel ook weer. Ja, dat is ook met zo'n super tiebreak en juice beslissend punt. Dan zie je dat het in één keer kan switchen en zeker op gras zijn de punten wat sneller. Dus als je dan net even dat momentum kwijt bent, dan is dat gewoon wat lastiger. Maar ik ben blij dat we het daarna nog om hebben kunnen draaien. Volgende ronde wordt een Nederlands onderrondje. De dames Bertens en Schuur staan dan tegenover jullie. Wat voor wedstrijd wordt dat? Lastig. Ja, ik denk... Demi is natuurlijk, heeft onwijs goede handjes aan het net en ik denk Kiki met haar service en harde slagen, denk ik dat zij een goede combinatie zijn samen. Wij zijn de underdog, zeker weten. Dus de psychologische oorlogsvoering begint nu al. Wordt er in de kleedkamer ook een beetje geduld? Nou, nee, dat valt denk ik wel mee. Ik denk dat we blij zijn dat we gewoon in de tweede ronde hier staan en gewoon ook genieten hier op de baan. Slotvraag, op wie gaan alle ballen dan, de volgende wedstrijd? Door het midden.